Van hop, sassa, van falalala. Het is het refrein van het reuzenlied dat donderdagavond wel 100 keer door 7 Borgerhoutse zangkoren en een enthousiast publiek werd gezongen in de Roma. En voor de eerste keer met een nieuwe tekst. Ieder koor zingt enkele strofen van het nieuwe reuzenlied. En de reuzen zijn ook hier. Dat is de eerste keer. Normaal komen ze alleen maar buiten met de stoet. En nu, dit reuzenjaar, is dat een speciale gelegenheid. Een opmerkelijke verschijning. De 4 reuzekes van Borgerhout die in de Roma tijdens de pauze voorzichtig de trappen afdalen en het publiek met een reuzekesdans verrassen. En dan is er plots een flashmob, de tweede verrassing van de avond. Het is een flashmobkoor. Dat is ook een verrassing. Dat is een van de 8 koren. Er treden 7 op in de zaal. En zij zouden graag dus zo'n soort flashmob doen tijdens de pauze. Maar even later klinkt in de zaal van de Roma opnieuw het reuzenlied. Omwille van het reuzenjaar met een nieuwe tekst van de hand van jeugdauteur Noëlla Elpers. Tijdens de 7e jaargang van Bekoren Borgerhout werden natuurlijk ook andere liedjes gezongen. Voor een enthousiast publiek dat het volle borst meezong met de koren van Borgerhout.